Beste luisteraars, welkom bij het tweede deel van het programma Wel geïnformeerd op zondag 22 augustus 2021. Owen, ben je er ook? Hoor je me? Ik hoor je, ja. Ik kan je verstaan. Oké. Ja, prima. Als het goed is, hebben we nu contact met onze vaste commentator in Paramaribo, de heer Guillermo Samson. Meneer Samson, kunt u mij horen, kunt u mij verstaan? Wesley, dank. Ik kan je heel goed horen en heel goed verstaan. Prima. En dan maak ik direct gebruik van de gelegenheid om dat team daar in de studio in Amsterdam te groeten. En dat betreft dan Iwan Botsen. En je hebt zijn naam al genoemd, Owen Venlo. En ik wil er ook direct gebruik maken voor een paar trouwe luisteraars die elke week weer direct naar het programma beluisterd te hebben, naar me bellen, tips geven, adviezen geven, et cetera. Het programma komt niet alleen door mij, maar door tal van mensen waarvan ik niet alle namen hier ga noemen, maar zeker mannen als de welbekende, de grootste zanger die Suriname ooit, of muzikant Suriname ooit gehad heeft. En men noemt hem ook wel de ambassadeur als het gaat om cultuur van Suriname. Dat is Oscar Harris. En de jongste voetballer die Suriname ooit gekend heeft, Roy Wouters, speelde voor Transvaal en voor het Nationaal Surinaams elftal. Chetis Ramdat Misir, ooit een grootheid geweest bij RP Rapar, vooral in de jaren 80, toen met anderen. Edward Belfort, die belt vaak bijna elke dag en direct het programma beluisterd te hebben. Neem dit mee en neem dat ook mee. Ingrid Kartabink, een bekende politica ooit geweest van eigenlijk een partij die eigenlijk niet meer bestaat. Dat is Bertje Alloor, die op zichzelf staat en eigenlijk een beetje kat volgens mij uit de boom kijkt. Ronnie Stewart, die zit in Nederland. En Williams, dokter Ramon Williams, maar je hebt ook andere Williams die op Albina woonden. Allemaal de groeten vanuit Paramaribo, Suriname. En dat loopt dan via Amsterdam naar jullie toe, naar de rest van de wereld, in en buiten Suriname. Allemaal gegroet en welkom en een goede luisterstemming toegewenst. Ja, dat is heel mooi. Nu we toch even bezig zijn, ik werd ook gebeld door een aantal mensen die tegen me zeiden, in ieder geval complimenten voor Guillermo Samson, voor zijn analyses, helder, duidelijk. Maar er was één minpunt, ik zeg nou, ik zal het hem doorgeven, de persoonlijke kwalificaties die hij soms geeft, moet hij niet doen, het doet afbreuk aan zijn analyses. Ik zei, maar noem eens een voorbeeld. Hij zegt, ja, Guillermo Samson heeft iemand een randdebiel genoemd. Ik zeg, oh, weet ik niet meer. Hij zegt, nou... Nee, ik heb het voorgelezen. Vraag hem om het niet meer te doen. Ik heb het gewoon uit de krant gehaald. Oké. Okay. Niet dat die personen dingen, maar het was namelijk een analyse van Armand Snijders, die heel erg goede analyses namelijk geeft in de ware tijd. En die schrift had gelezen. Eerlijke, heldere analyse van wat er allemaal gebeurt en wat er niet gebeurt. En ja, in dat kader probeerde ik, dacht ik, een gedachte voor vandaag, de vorige week, uiteen te zetten. En ik heb toen geciteerd eigenlijk wat Armand Snijders. Maar heeft die persoon het niet goed begrepen. Okay. Misschien uit zijn context gehaald. Maar misschien heeft de persoon ook niet gehoord dat ik heb verwezen naar Armand Snijders. En dat was in de krant de ware tijd van vorige week. Dus, maar ik mag wel eens grappen, ik geef wel eens bijnamen, is mijn sterkpunt altijd geweest, zelfs op school. Ik was misschien een van de grootste grappenmakers, maar op een of andere manier altijd nooit blijven zitten, overgegaan. En als ik wat niet kon onthouden, dan maakte ik er grap van. En dat was meestal goed als het op de repetitie kwam. Ja. Oké. Okay. Maar trouwens ook naar jou toe, Owen. Ja. Analyse van wat er allemaal hier gebeurt. We maken bittere tijden op dit moment mee met een president waarvan we het nooit gedacht hebben. Maar jouw analyse vooral in verband wat je vaak legt met Nederland daar. Diaspora-beleid.
Ja, en dan diaspora en dan naar Suriname. Ja. En dan moet ik natuurlijk ook niet vergeten, een hele grote analyticus wat dat aangaat, is dit echt het station waar er wetenschap wordt bedreven zoals het zou moeten. Op elk gebied, historisch, politiek, noem maar op. En dan moeten we niet vergeten, Ludwig van Milieu, met zijn heldere, flijmscherpe analyse. Maar ja, en ik ben zo'n beetje gebekt. Ik hou ervan om het ijs te breken, een grap een beetje te maken. Isabdo ja. Jongen, hoe ben je krap, makandra, die makandra bijnaam, et cetera. En dat is gewoon om het ijs te breken, want de onderwerpen zijn vaak zware kost en is vaak niet voor ieder bedoeld. Waar ik net van schrok in het eerste uur, we hadden we Jim Bouzaïd en een vraag van Wesley Amsand in taken de adjudicering, hoe gaat hij om met Sadoki Bouzaïd? Nou, zegt hij, en niet eigenlijk adviseren. Hij vraagt geen advies. Hij, als ik advies geef, die hoort niets. En toen dacht ik, van dat kan. Van dat kan. De topman van een bank in Suriname. En die gebruik je niet als president voor je expertise die je nodig hebt. Nou ja, ik begrijp. Een monetair, de grootste monetaire economwarempel die wij op dit moment in Suriname namelijk hier hebben. En velen hadden hem zien gaan naar de centrale bank. Vanwege zijn expertise, vooral bij de Hakrimbank, wat hij had opgebouwd. Ja. Maar ook wetenschappelijk steeds bezig zijn, uiteenzetten wat de economie betreft. Ja. Maar Owen, zullen we vragen aan meneer Samson om de gedachte van vandaag te formuleren? Ja, de gedachte voor vandaag. En dan is het vandaag een zondag 22 augustus 2021, de 402e dag van de regering Santokki. Ze moeten nog gaan tot aan 1826 dagen, min die 402 dagen. Dus zeg, een 1200 dagen hebben ze nog te gaan. Maar de gedachte voor vandaag, en die heeft ook betrekking op eigenlijk wat nu regeert, wat de leiding heeft. En dat is, ik krijg de invloed, en dan ga ik terug in de geschiedenis, na ons de zondvloed, is een uitdrukking die toegeschreven is aan Madame de Pompadour. En wie was die Madame de Pompadour? Let wel, dat was de matrice van koning Lodewijk de 15e van Frankrijk. En een alternatief, want vele mensen schrijven dit toe aan Lodewijk de 14e, maar het is niet waar, het is van Lodewijk de 15e. Toen ging het ook niet, toen ging het ook zo, zoals het in Suriname op het ogenblik toegaat. Mensen worden rijker en rijker, hebben te eten, anderen hebben niet te eten, er zijn geen medicijnen. En een alternatieve vorm is toegeschreven aan Lodewijk de 15e zelf. En die heeft van gemaakt toen de mensen klaagden, we hebben niet te eten, we hebben grote problemen. Na mij de zondvloed. En ik heb geen Frans gehad, als zodanig dat het moet betekenen, après nous, les déluges. Ja, na ons de zondvloed is werkelijk nogmaals een uitdrukking die is toegeschreven aan Madame Pompadour, de matrice van koning Lodewijk de 15e van Frankrijk. En een alternatieve vorm, nogmaals, is na mij de zondvloed van Lodewijk de 15e zelf. En die uitspraak dateert van de slag bij Rosbach. Het heeft in 1757 plaatsgevonden. En die was namelijk een rampzalige nederlaag voor de Fransen. Die uitdrukking heeft twee mogelijke betekenissen, moeten de luisteraars weten. Na mij de zondvloed. Dus men bedoelde daarmee na mij al de zondvloed komen. Die indruk kregen we van de regering op dit moment. Ofwel, als de revolutie een eind maakt aan mijn heerschappij, zal de natie in chaos worden gedompeld. Bijna moet ik het zeggen, een uitspraak die Bouterse ook zo'n beetje heeft gedaan ter aanzien van 30 augustus, als eigenlijk de uitspraak komt. Of wat wij eigenlijk mee bedoelden, ook bedoeld, laat na mij de zondvloed maar komen. Wat impliceert dat het de spreker, het kan ook een schrijver zijn, niet veel meer uitmaakt wat er gebeurt als hij eventueel van het toneel zou verdwijnen. En in feite is dit een verwijzing naar de Bijbelse zondvloed. En dan wil ik gaan naar een schrijver als Karl Marx, een heel dik boek dat ik aan de universiteit ook heb moeten bestuderen. Karl Marx. Die gebruikte die zin in zijn werken om te wijzen op gecorrumpeerde waarden zoals wij die in Suriname nu kennen, zoals egoïsme en
apathie. Hebt u het over Das Kapitaal? Deze apathie heeft naar die bevolking. Heeft iedereen die Santokki heeft geholpen, heeft Santokki gewoon aan de kant gezet. En Karl Marx schreef in Das Kapitaal, dat was zijn eerste deel hoor, après moi, les délogés, na mij de zonvloed, is de leuze van iedere kapitalist. Zoals die kapitalistische regering die we nu hebben. En van iedere natie van kapitalisten. Waar het kapitaal niet door de maatschappij gedwongen wordt rekening te houden met de gezondheid. Er zijn geen medicijnen, er zijn geen doktoren. Doktoren gaan weg. En de levensduur van de arbeid brengt het dan ook roekeloos om met deze zaken. En dat zien wij nu op dit moment in Suriname gebeuren. Maar Lodewijk de 15e en zijn matresse, die zijn toch beland op de guillotine? Nee, dat is de volgende. Ik dacht Lodewijk de 16e. Het heeft een hele dag geduurd voordat men die vrouw namelijk onder dat schavot kon krijgen. Ze heeft gevochten als een stier, maar om niet dood te gaan. Maar uiteindelijk aan het einde van de dag heeft men er toch helemaal verzwakt daaronder gekregen. Het frappante van dit verhaal van guillotine. Guillotine was een arts, ja. En die had namelijk dat apparaat bedacht om de mensen eigenlijk een pijnloze dood te laten sterven. Ja. Dat waren de mensen eigenlijk die het volk zo hadden uitgebuit al die jaren tegen de revolutie. Daar heb ik het over de Franse revolutie. En dokter Guillotine heeft toen iets als een schavot bedacht. Het was een vlijmscherp mes. Hij kwam op je nek, kapte hem direct en zoals men vertelt, waarschijnlijk voelde je vrijwel niets. Je was vrijwel op slag dood. En warempel, die vrouw, dacht ik van Lodewijk de 16e. En Lodewijk de 16e zelf, die zijn naar het schavot gebracht. En ze zijn dezelfde dood gestorven. En zo zie je, dat komt er. Hoogmoed komt na de val. Ik waarschuw leiders. Let erop, want als het volk honger leidt en begint op te komen, weet je nooit waar dit eindigt. Dat is wat ik in uw programma telkens weer probeer eigenlijk de mensen wijs te maken. Dat racisme, dat er nu, alsjeblieft, hou ermee op. Die Hindustanen zelfs willen geen racisme, behalve de Hindustanen die ik coolie noem. Ja, die genieten op dit moment ervan en neerkijken op die arme Hindustanen en al het andere. Hou op waarmee je bezig bent en leer van de geschiedenis. Ja? Want de geschiedenis kan zich herhalen en herhaalt zich vaak. Meneer Samson, vandaag in het verleden. Ja, als we gaan naar vandaag in het verleden, dan hebben we het over het jaar 1975. En toen is Huize Albertina aan de Jan-Wernat-Latschmanstraat geopend. Dat is de Kopernamenstraat, zoals het bij de ouderen wel bekend staat. Dit tehuis voor bejaarden is genoemd naar Albertina Polanen. Ze noemden haar ook Moes, waarschijnlijk van Moesje. Albertina Moes Polanen, die vrouw is geboren in 1890. En die was de vrouw van J.H.N. Polanen. Ze was enorm begaan met het lied en het lot van de oudjes. En ze nam het initiatief tot oprichting van de stichting Rustoord der EBG. Misschien zouden we zo'n vrouw eigenlijk heel hard nodig hebben in deze tijd, waar de hele regering, de VAP, de Orange Movement van Jan Santokki, de ABOP van Brunswijk, met uitzondering van Marinus B., die, waarvan ik weet, die echt voor de verschoppelingen en de armen op deze, in dit land opkomt, als een van de weinigen, de ministers zelfs doen het niet. De man van de NPS, ja, de man van NAPI, ja, de man van de leugens. En de man die iedereen uit de partij wegjaagt en de partij kapot gemaakt heeft, dat is Rusland. En natuurlijk niet te vergeten, de man die er zijn leven van heeft gemaakt om onder vrouwelijk schoon hun jurken te piepen. En dat is de voorzitter van de Partij Alohoer. Meneer, meneer Samson, we gaan even over dat het naar een actueel punt. Een bezoek van president Santokki aan het buurland Guyana. Ja, er is enorm veel daar om te doen geweest, kan ik u namelijk vertellen. En heeft op alles gelet, zo'n beetje. En er zijn diplomatieke blunders gemaakt. Een van de blunders waarvan ik heb begrepen dat die is gemaakt, is dat de belangrijkste ministers die daar zouden moeten zijn, de minister van Buitenlandse Zaken,
maar ook de ministers die met energie en zo te maken hadden, op dat moment op een congres aanwezig waren in Texas. Texas is de staat en Houston is de plaats waar ze aanwezig waren. In feite hadden ze niet eens tijd voor Santokkees. Afgehaald niet door de president, maar hij is afgehaald door een minister. En ik heb begrepen, alles wat mis kon gaan, ging namelijk daar mis. Men heeft op de man gelet. Santokkee moet weten, hij is op het ogenblik schietschijf van het volk in Suriname. Vele mensen accepteren hem niet meer als de president. Wel, de jure, de facto, zegt men, is de slechtste president die wij ook namelijk hebben gehad. En in Suriname, en er zijn daar, kan ik je zeggen, in Guyana, vergaande afspraken gemaakt. Surinamers, of Suriname en Guyana kunnen samenwerken op verschillende sectoren. En zeggen, die sectoren zijn zodanig, kunnen ze zich gaan ontwikkelen, dat die gehele CARICOM van kip kan worden voorzien. En Santokkee wees op afzetmarkten die beide landen hebben. Hij noemde Guyana, heeft de Verenigde Staten en Canada en Suriname heeft Nederland en Frankrijk. Alhoewel, ik moet zeggen, ik kreeg vanmorgen een bericht dat rijst uit Suriname niet meer naar Nederland mag. Het waren een aantal groenten, heel wat groenten die er niet mochten gaan vanwege insecten en insecticiden die gebruikt werden. Namelijk om die groenten namelijk te bespuiten. Binnen de EU heeft men duidelijk paal en perk gesteld. En de rijst mag ook niet meer naar Nederland als het maar geen fake news is. Maar in elk geval, de bedoeling is dat de Surinaamse producten die niet rechtstreeks op de Amerikaanse markt kunnen komen via een samenwerkingsverband met ondernemers in Guyana die wel toegang hebben naar die markt worden geëxporteerd. En omgekeerd zullen Guyanese producten die niet rechtstreeks naar Europa kunnen, via zakelijke connecties in Suriname, namelijk worden gebracht. Vraag je meneer Samson, want Guyana heeft zich dus niet gehouden aan het protocol, want het staatshoofd van Guyana was dus niet aanwezig toen Santokkee daar aankwam. Alleen de minister. Een minister ontvangen, zoals ik het heb begrepen. Is daar een... En men heeft zelfs op de radio daar zo'n beetje een... hele grappen zitten maken op een radiostation door een of andere omroeper. Ook vanwege het bezoek namelijk van Santokkee dat eigenlijk viraal gaat en die ik u dan zal doen toekomen na het programma, kan ik u zeggen. In elk geval, u moet ook rekening houden, vele mensen hebben Santokkee zeer kwalijk genomen, want hij is vergunningen gaan uitbreiden daar namelijk voor Guyanezen, al dat soort van verhalen meer, terwijl we overbevist zijn. En men begreep er totaal niets van wat die liefde is, namelijk met Guyana. Aan de andere kant is men gegaan om van Guyana te leren, terwijl Suriname al 25 jaar aan olie doet. Met de complimenten aan en alle eer aan meneer Jarab natuurlijk, die een staatsoliebedrijf hier heeft opgezet en die ervaring heeft opgedaan. Daarna met de laatste directeur die is vertrokken, hebben ze heel goed werk namelijk verricht. En uitgerekend zou Suriname daar gaan leren. De vrouw van Santokkee, is die niet in Guyana geboren? Wie? Ja, natuurlijk. En dat is een van de dingen waarvan ik namelijk zeg van... we moeten een beetje oppassen. Want in de geschiedenis is het vaak zo geweest dat een egas van... presidenten enorm veel invloed hadden op het beleid. Precies. Sterker nog, in de geschiedenis is vaak gebleken dat de EGA zelfs bepaalde wat er namelijk gebeurde. En we denken aan mevrouw Marcos en zo zijn er natuurlijk meerdere te noemen. Ik noemde mevrouw de Pompadour, de matrijze die het daarbij Lodewijk de 15e werkelijk voor het zeggen had in toenmalige Frankrijk, zodanig zelfs dat Frankrijk was beland aan de rand van de afgrond in die tijd. En zo zijn er natuurlijk meerdere. Er, we hebben ook één in Nicaragua op het ogenblik. De man is president en de vrouw is vicepresident. En we weten hoeveel burgers het leven hebben moeten laten, mede door de wreedheid eigenlijk van de vrouw die daar namelijk voor Daniel Ortega bepaalt wat het beleid moet zijn. En in Suriname bekruipt mij het gevoel
gevoel dat wij allang in die richting zijn opgegaan. Waarbij vooral de vrouw bepaalt en mensen maken zelfs de opmerking. U heeft het gehoord over een grote markt die, op Nikeri, die in Nikeri moet komen. Zelfs de mensen van Nikeri waren er tegen. Ze zeiden we lijden honger, we gaan geen brood met markt eten. Maar dat heeft allemaal waarschijnlijk te maken waarbij men zegt ja die brug komt en... Als je niet oppast, wordt Suriname zelfs een provincie van Guyana. Andere mensen maken zelfs een grap. Het wordt één munt samen met Guyana. Kortweg, het schijnt alsof die verliefdheid zo ver is... dat het zelfs eigenlijk landsbeleid in handen is van die madame. Ja, dat is een hele opmerkelijke uitspraak, meneer Samson. Maar de heel toekomst, opmerkelijk, maar dat de klopt. De toekomst zal het leren. Ja, want... meneer Santokki heeft gezegd, is de enige die hij kan vertrouwen en ook blindelings zijn dingen namelijk kan tekenen. En we zien steeds meer de invloed van die vrouw. Denk maar dat voor om die vrouw, staatsolie, de statuten van staatsolie, eigenlijk een helemaal een... Moest aanpassen, moest wijzigen. Worden, dat ze een plaats kon krijgen terwijl ze de leeftijd niet had. Al jaren was het zo dat je een bepaalde leeftijd had. Had om in de Raad van Commissaris te komen zitten. En er zijn voor die vrouw namelijk, die statuten zijn gewoon veranderd geworden. In opdracht natuurlijk van de president. Het kan ook niet anders. Dus wanneer je dingen zegt, dan zeg je niet dat het zo is. Maar je trekt bepaalde lijnen. En ik zeg die dingen, dat wat elke keer zeg ik u, ik heb nooit gelijk. Maar op een of andere manier, op termijn, kreeg ik altijd gelijk. En ik wil niet altijd gelijk hebben, te meer wanneer het ook mijn eigen ondergang zal betekenen. Begrijp het goed. Wanneer ik hier op uw station eigenlijk elke week kom, probeer ik de mensen eigenlijk te zeggen, de weg die u opvaart is een heilloze weg. We gaan donderen in een ravijn. We gaan er niet meer uitkomen. Ja? Maar ze luisteren niet. Macht. U weet hoe macht namelijk werkt. En ik heb een goede vriend waarmee we vaak praten en filosoferen, Edward Belfort. En hij gebruikt steeds die uitdrukking van die Amerikaanse president. Als je wil weten met wie je te doen hebt, geef die persoon macht. Dan zal je precies zien wie voor jou staat en met wie je te maken hebt. Karakter. Meneer Samson, het bezoek aan Dubai, want jij wordt daar een tentoonstelling georganiseerd. Suriname doet ook mee, Suriname wil zich profileren. Dat gaat geld kosten, per saldo gaat Suriname iets van $900,000 of €900,000 meebetalen. Hoe belangrijk is Dubai voor Suriname? Nou, men zegt eigenlijk, het lijkt alsof de geschiedenis... zich weer gaat herhalen. En dan kijk ik naar de richting van ene Remi Sikaba, die namelijk lid is geweest van de meest vernietigende partij die Suriname ooit heeft gehad hier in Suriname. Ik zit me af te vragen wie vernietigender is, die partij van Sikaba of de regering die er nu zit. En Dubai, kan ik u zeggen, als je zo'n beetje naar kijkt, dan lijkt het alsof het steeds dichterbij komt. Want een DP World, en die is gevestigd in Dubai, is ook in Suriname actief, moet u weten. En zoals u het zelf heeft gezegd, er zal ruim $100 miljoen worden geïnvesteerd in een nieuwe oliehaven, de Susanna'sdal in Kommerwijnen. En de president gaat eind november warempel naar een wereldexpo in Dubai. En Suriname zeggen ze, maar dat is wel weer een leugen zoals ik het heb begrepen, die heeft maar $900,000 op te hoesten. Maar er zijn ook verblijfkosten. Je zal ook daar te komen op de allereerste plaats. Hoor een stommiteit hier, ja? U weet het, als je naar een beurs gaat en je hebt de eerste stand, de mensen lopen meestal direct naar achteren door. Ze gaan niet op de eerste stand staan kijken of wat daar ook. Ze willen zien wat er daar gebeurt. En wanneer ze weer vertrekken, hebben ze meestal haast dat ze niet eens naar die eerste stand gaan komen kijken, meneer, wat je te... aan te bieden. Bovendien, Suriname is op het ogenblik Sodom en Gomorra. Het is alleen maar moord, doodslag, alles wat niet kan gebeurt er. Oude mensen die kinderen van 3 jaar verkrachten, mensen die met elkaar afrekenen vanwege sneeuw, weet je, vanwege een Johnson-poeder. Iedere week wordt er weer namelijk sneeuwwitje, Johnson-poeder op de haven. Weet ik wat allemaal meer. Mensen worden levend verband en noem maar op. Mensen worden gestopt in tonnen, baris zoals ze dat noemen. En worden levend gegooid in de Suriname-rivier.
denk jij? Kijk maar naar het verkeer. Die minister kan het totaal niet aan. Waarschijnlijk een van de slechtste ministers die wij ooit hebben gehad. Die man weet niet eens waarmee we bezig zijn. Denk jij, waar die veiligheid niet gegarandeerd is, dat namelijk investeerders gaan komen? Trouwens, Santokki had gezegd, de investeerders die staan in de rij om te komen investeren. Denk maar aan die diaspora-investeerders en die investeerders all over the world. Tot de dag van vandaag wachten we op investeerders. Dan ga je nu het geld dat wij hard nodig hebben om medicijnen te kopen, waar de ziekenhuizen het geld nodig hebben om apparaten en weet ik wat allemaal te kopen, ga je brengen naar Dubai, waarvan ik je niet kan zeggen, er gaat geen enkele investeerder hier komen. En als er investeerders hier belangstelling hebben, dan zullen het investeerders zijn die belangstelling hebben voor sneeuwwitje, voor Johnson poeder en voor meel en weet ik wat allemaal meer. Maar hopelijk is het handgeld van in die 900.000 gulden begrepen. Want ik heb begrepen ook Dubai betaalt ongeveer 1,5 miljoen US dollar. En die president wil zelf gaan kijken wat Missy Kaba bedoelde met Suriname is the next Dubai. Ik wens ze allemaal sterkte toe, maar we kijken er met argusogen naar. In elk geval kan ik u zeggen, Dubai die blijft, hoe je het ook draait of keert, tot de verbeelding spreken van de Surinaamse politici. En vanaf Missy Kaba daar ooit van groots heeft gedroomd, hij zag Dubai eigenlijk voor de regio, een tweede Dubai, is die gedachte uit veel Surinamers nooit uit zijn hoofden verdwenen. Maar, laat me u zeggen, en ik kan het u niet aan zeggen, het zal een droom blijven, want in tegendeel is het land alleen maar verder afgegleden, daar heb ik het over Suriname. En dan zie ik mensen vanuit Dubai hier namelijk komen. Want ze zeggen, ze spelen met die bedragen hoor. Maar ik kan u zeggen, die deelname kost rond de 2,5 miljoen US dollar. Waarvan volgens Ramdin, dat is koning Albert, het gastland zo'n 1,5 miljoen dollar bijdraagt. En die eigen inbreng van rond die 900.000 is al door die raad van ministers goedgekeurd, zegt hij. En dat is, als het mijn vraag wordt, veel geld. Maar die deelname, zegt meneer Ramdin, moet je niet als een kostenpost zien. Die uiteindelijke kosten zullen overigens waarschijnlijk aanmerkelijk hoger zijn, kan ik je zeggen. Omdat onder meer die expositieruimte moet worden ingericht en die reis- en verblijfkosten van die Surinaamse participanten moeten nog betaald worden. Dus Santokki en Ramdin kunnen hun sprookjes van Grim blijven vertellen. Meneer, wie wil geloof erin, terwijl iedereen naar zuid gaat, gaat Samson richting noord. Ja, maar de opbrengst is natuurlijk onzeker. Is het zo dat bijna alle landen hier aan deelnemen aan deze expositie in Dubai? Er gaan 185 landen deelnemen. Dus die concurrentie is verschrikkelijk groot. Waaraan heel grote landen. En die landen hebben wel wat te bieden. Wat hebben wij te bieden? Behalve sneeuw, weet je. Die hele productie, zoals ik heb gezegd, gaat kapot. De landbouwproducten mogen niet eens richting Europa meer komen. Is verboden door de EU. Rijst, die is nu op de schop. Chaos ten voeten uit. En natuurlijk, we zitten met de leiding in het land waar grote, heel grote vraagtekens geplaatst kunnen worden, vooral als we kijken richting Nederland en Frankrijk. Meneer Samson, de kosten levensonderhoud. Als we kijken naar rijst, brood, melk, eieren. Hoe is het op dit moment gesteld in Suriname als het gaat om... Eigenlijk moeilijk hoor, onbetaalbaar, moet je weten. Ik kan wel zeggen, ja, die koers is stabiel gebleven. Nou, niet helemaal stabiel. Het was 21. Het is nu 21,50 voor de US dollar. Maar de dingen zijn niet te betalen. En de mensen die gemiddeld een 3,000-4,000 gulden verdienen, meneer, die komen totaal niet uit. Dus ik kan niet zeggen, er wordt honger geleden, ja. Verschrikkelijk. Mensen hebben het verschrikkelijk moeilijk. En ik kan niet zeggen, kijk het naar mijn sociaal gevoel. Vaak moet ik mensen zelfs in de winkel helpen. Ze pakken een aantal dingen, blijkt dat een melk nog net te veel is voor hun beurs en dan willen ze het teruggeven. Ja, Samson kennende zegt hij, dat hart dat ik altijd heb gehad, neem het maar mee, je betaalt het voor. Soms zetten die mensen ook een pakje brood, als je brood namelijk gaat halen. En zo loop ik een beetje sociaal te doen, want ik vind het hartverscheurend, ja, omdat na mijn
vrij grote welvaart in mijn jonge jaren, waar ik van een boerderij zelf kom, van alles en nog wat had en voor de markt liefde. En ik in de stad kwam en ook armoede heb gekend, weet ik wat armoede is. En dat is werkelijk pijnlijk als je zo'n oudere figuur of een jongere figuur ziet, die niet aan echt dingen die noodzakelijk zijn, dingen als brood en weet ik, melk, et cetera, het niet meer kan betalen. Een bak melk kost 15 gulden. Oh, dat is 1 liter melk dus. Is een liter melk, ja. Een liter volle melk. Kost 50 gulden, kan ik je zeggen. En een brood? En een brood, nou, ik, hoe noemen ze het? Ze komen meestal in pakjes van 12,50. Ja. Dan heb je 5 broden van 12,50 daarbij, Fernandes. In die formaten. Maar dan heb je ook minder kwaliteit brood natuurlijk, die door de Chinese bakkers worden gebakken. En dan, dat bedoel ik, dat kom je misschien bij een Chinese winkel. Die maken het ook bezachtig. En dan kunnen die mensen misschien voor iets minder, zijn ze niet in staat eigenlijk, dat pakje brood aan te schaffen. Terwijl ze misschien meerdere kinderen thuis hebben, waarvan de mondjes gevoed moeten worden. Ja, even een ander punt, meneer Samson. Als we kijken naar het beleid. Nog een vraag, Owen? Ja, de president Santokki heeft altijd gezegd dat hij communicatie, transparantie, hoog in zijn vaandel heeft. Hoe komt het dat hij dan de bevolking niet meldt hoe lang nog deze hoge prijzen, hoe gaan ze vangnetten creëren voor de mensen die het niet redden? Je hoort daar niets meer over. Omdat hij het niet weet, hè. Kijk, vele mensen willen Santokki gaan vergelijken bijvoorbeeld met een Venetiaan. Ja, maar dat is namelijk een koning, een keizer, een president vergelijken met een geit, bij wijze van spreken. Die vergelijking gaat totaal niet op. Het is een man waarvan ik vorige week al heb gezegd, die algemene ontwikkeling is zoek. Wat politiek is, hij heeft geen politieke scholing. Hij heeft geen ideologie, hij heeft geen maatschappijvisie. En hij heeft duidelijk gekozen van ik moet er zitten, ik moet president zijn. Waarschijnlijk heeft zijn vrouw onder druk gezet. Hoe dan ook, meneer, ik zal die president namelijk moeten zitten. Met die verstande dat bijvoorbeeld die een empathie die namelijk een Venetiaan had voor zijn bevolking, ik weet het nog. Bij Venetiaan was één ding maar constant in zijn hoofd als hij met ons sprak. Zijn volk moet te eten hebben en als dat volk niet te eten heeft, meneer de Mogode, plunder en dat moet hij niet hebben, et cetera. Bij Santokki zie je niet. Je ziet een meedogenloze man die eigenlijk aan grootheid waanzin leidt. Als hij goed kijkt, hij is alleen maar bezig met grote projecten. Terwijl we honger lijden, terwijl er geen medicijnen zijn, terwijl we een minister van Volksgezondheid heeft, die complete troep heeft gemaakt, waarbij 700 COVID-doden zijn die totaal niet zo hoefden te zijn. Waar hij zelfs bezig is te kijken als hij geen minister meer is, hoe hij aan meer geld kan komen. Door te zeggen dat hij de artsen, de huisartsen, chirurgische ingrepen gaan mogen uitoefenen als ze maar gesteriliseerd zijn en die ruimte namelijk voor is. En waarvan boze tongen zelfs vertellen, ja, boze tongen beweren, dat voor iedere COVID-dode ze $3000 krijgen van weet ik wie van WHO. Dat zijn die verhalen die je allemaal hoort. Maar in elk geval, en ook mede door dat racisme dat door Santokki mee is gebracht, dat eigenlijk ook geleid wordt door Ramadan en door, hoe noemen ze het, door Noor Mohammed en door Ori en dan nog een paar van die gasten, ja. Ja. En ik denk zeggen, meneer, hij gaat er niks. Hij weet totaal niet hoe het moet. Dat is het. Ja. En dan gaat u misschien zeggen, ja, maar hij was een goede minister van justitie. Dat geef ik werkelijk mee. De fondsen waren er, de middelen waren er. Hij kon het gaan halen. Maar u moet zich zo voorstellen dat wanneer iemand in een goed team speelt waar alle spelers professionals zijn en je brengt een brekenbeentje mee aan Santokki, dat hij ook mee zal gaan. Ik kan niet zeggen wat ik nu heb gezien en er gaat niks komen, want ik heb u al gezegd, hij zit er al 402 dagen. En wat hij namelijk had gezegd, dat, hoe noemen ze dat ding weer, van de urgentiefase. Ik kan niet zeggen, die urgentiefase die is al lang voorbij. In elk geval voor deze regering. En er moesten, zoals u weet, urgent verhogingen worden doorgevoerd. Want die hete adem van het IMF werd hem te hinderlijk. En in recordtempo heeft hij daarom
diverse prijzen verhoogd en subsidies afgebouwd. Jim Boussaid heeft gezegd, de president laat zich te veel omringen door handelaren. Dat klopt, en door leeghoofden. Niet alleen maar door handelaren, leeghoofden, Zuid-Janussen, mensen waarvan ik de indruk heb, als u een wijntje heeft gedronken, meneer Venlo, en je zou getest worden, dan zou de politie hooguit kunnen zeggen, meneer Venlo heeft namelijk alcohol in zijn bloed. Die adviseurs van Santokki, die hebben namelijk bloed in hun alcohol. Ja, zo moet je het namelijk zien. En figuren, mede ook, met de domme ministers die hij allemaal heeft. Ik heb u al gezegd, er is maar één minister die je namelijk eruit kan halen. Dat is Silvano Tjanahung. Wat er daar bij Santokki rondloopt, is allemaal brandhout. Brunswijk. Daar kan je niet eens kijken. De een is nog dommer dan de andere. Waar hij zelfs een ongeschoolde heeft als Bordeaux, die hem adviseert voor 32.000 gulden. Directeur is van een of ander sportaccommodatie, noem maar op. Waar je mensen die nauwelijks een lagere school hebben en ministers zijn van Binnenlandse Zaken. Waar je eigenlijk je volksregistratie. Je hele volkshuishouding, wat de registratie betreft, in handen gaat zetten met iemand die nauwelijks een lagere school heeft en bovendien nog vreselijk ergerlijke dingen heeft gedaan. Criminele dingen, zoals ik pas heb vernomen, met het rommelen met grond in Komowijnen, et cetera. Een minister van Sociale Zaken, die een vakkenvuller was en nauwelijks kennis heeft. Net wat u heeft gezegd, een zakenkabinet met de beste renpaarden, mensen met een track record, mensen met een legacy, dat heeft Santokki niet. En hij wil ze ook niet hebben. Santokki laat zich liever omringen door domoren, want hij zelf, heb ik u gezegd, de algemene ontwikkeling is ten hemel schreeuwend, is luguber. Ik dacht een man die van de AMS komt, S-pakket, hij deed alsof hij weet, maar ik heb de indruk, hij heeft de AMS wel mee afgemaakt, maar mij bekruipt het gevoel dat hij alles uit het hoofd heeft geleerd en zaken niet in de praktijk kan toepassen. Dat is het probleem waarmee hij speelt. Dan gaat hij natuurlijk een soort zonnekoning uithangen door de hele dag in Volkswagens te rijden, mensen te dwingen op trottoir te gaan staan als ze namelijk komen, het heel verkeer ontwricht met zijn vrouw daarachteraan. Dat soort van een president hebben we. En daarom kan ik je zeggen, als hij die 5 jaren mag uitzitten, dan zijn we werkelijk in een ravijn. Want Boutersen heeft ons aan de rand van het ravijn namelijk getrapt. En Santokki die schopt ons werkelijk nu het ravijn in. En we gaan er niet uitkomen met deze domme mensen. Ook mede meegenomen dat de meeste kader weg is. Vandaar dat het idee van diaspora om de mensen het kader namelijk weer te laten halen uit Nederland een heel goed idee was. En ik kan niet zeggen, Santokki heeft in mei bijzijn op een massameeting, want ik trok ook met hem op, hij weet het, en ik heb er ook spijt van dat ik huis aan huis ging. Ja, misschien moet ik ook geen spijt hebben, want ik had niet gezien dat hij een masker op had, Maar ik kan u namelijk één ding zeggen, het kader is namelijk allemaal weg. En vandaar het idee, toen hij zei, er komt een diaspora-ministerie. Dat is het allereerste wat hij heeft gezegd. Ja. Namelijk Ramdien erbij kwam, toen dacht ik dat hij de boel eigenlijk verzachtte. En toen moest het heten een directoraat. En een diaspora-directoraat is mede door toedoen van een man die alleen maar chaos voor ons creëert in dit land. Hij is nu weer weg. Heaven knows, hij gaat. Trouwens, hij heeft boze tongen beweren ook dat hij voor meer dan 1 miljoen US dollar heeft getelefoneerd naar Suriname toen hij aan Amerika zat. Hij heeft geroemd namelijk. En wie moet dat allemaal betalen terwijl we honger hier in dit land lijden? Is hij ondertussen, heb ik begrepen, als een dief in de nacht weer vertrokken naar Brazilië. Heaven knows wat hij moet gaan doen. En hij bepaalt namelijk wie minister wordt. Hij bepaalt wie ambassadeur wordt. Niet Santokki. Er zijn 2 mensen die bepalen voor Santokki. Santokki is een puppet on a string. Je kent die Jawa poppen toch? Dat is die. Alles wordt hier bepaald door zijn vrouw en door
koning Albert Ramdien. En ik kan u dan nog zeggen, Albert Ramdien heeft er toen van gemaakt. En ik vergeet het ook niet, want het leek erop als meneer Venlo een beetje een gereserveerde houding tegen me over aannam toen ik zei, er gaat geen diaspora ministerie komen, er gaat geen diaspora dingen komen. Nou, nog minder, net van diaspora gaat er komen, ja? Ja. Dus een diaspora instituut, want koning Albert Ramdien wil het niet. Op dit moment zelf heb ik begrepen, hij vecht een gevecht uit namelijk met de man van Marokko, dat is... die meneer van dat radiostation Rapar, Farid Pirkan, ja. Waarbij men beweert dat Farid Pirkan zijn dochter ambassadrice zou moeten worden in Marokko. Hij heeft alles geregeld, maar u mag het van me aannemen, het gaat niet gebeuren. Hij gaat bepalen. En dan gaan we terug naar waar Ludwig van Milieu zo voor waarschuwt. Steeds maar benoemen van Hindustanen. Er is niks tegen Hindustanen, want ze zijn de best geschoolde. En behalve als ze een coolie zijn, zijn ze onbeschoft. Maar als ze een echte nette Hindustan zijn, zijn het supermensen namelijk om mee te werken. Je hebt hele knappe mensen ertussen. Maar als ik zie hoe die benoemingen namelijk allemaal plaatsvinden, steeds weer dezelfde Hindustanen. Sommigen hebben 5-6 posten. Dan vraag ik me af, zijn er geen andere Hindustanen die gestudeerd hebben en die kennis hebben? Ik weet het, wat het overgrote deel van de Hindustanen is goed onderricht. Behalve natuurlijk die racisten die lopen te vertellen en op het ogenblik een oratie hebben geschreven. Binnenkort wordt één president. En die oratie heet namelijk alleen Hindustanen gaan dit land kunnen opbouwen. Zo heet die oratie. Meneer Samson, even een hypothetische vraag. Als de First Lady en minister Ramdien tegenover elkaar komen te staan in het uitbrengen van hun adviezen, wie zal er dan het kortste eind trekken? Zal dat aan het kortste eind trekken? Aan het kortste eind, dan die natuurlijk. Oké. Okay. Want die liefde gaat per, maar ik denk dat die liefde voor de First Lady naar het staatsbestel toe, ja, en verder gaat dan voor Amdien. Er is ergens een grens, hè? Ja. Meneer Samson, even het COVID-19 gebeuren. De Delta-variant... De witte gezant. Ja, we hebben nog net de 700 niet gehaald. Anders hadden we eigenlijk die etnische minister van Volksgezondheid hadden we hem kunnen aanbieden met z'n allen voor de Guinness Book of Record wat het aantal doden betreft. Maar we zitten net onder de 700. Volgende week hebben we de 700 namelijk gehaald. En ik kan u zeggen, Delta variant, vorige week waren er maar 5 gevallen. Ja, en in Nederland, zoals je het weet, hebben we al duizenden gevallen volgens mij. En toch zit die guy ons te lockdownen en de hele economie kapot te maken. Terwijl in heel wat landen eigenlijk de maatregelen zo'n beetje losjes worden, zoals u namelijk weet. En we hebben tegenwoordig, zoals Ludwig het heeft gezegd, we gaan dood namelijk voor die witte man, ja... Die al maanden roept vrijwel iedereen dat die aanpak van die coronacrisis beter moet. Die regering, althans die minister van Volksgezondheid, door wat aan mij kip hij bek hij voor. Steeds meer, ik weet het niet of ik moet zeggen, een Bollywood star of een Bollywood clown. Kauai zeggen sommigen. Anderen zeggen Frankenstein, allerlei bijnamen geven ze aan die man. Een rode lap op een stier, op iedereen. Die wil praten over COVID, maar in elk geval, hij hoorde het aan, maar vervolgens ging hij gewoon door met zijn rommelpraktijken die hij namelijk uithaalde. En nu is er een speciale gezant van Nederland, het is in Suriname, het moet zijn een arts, microbioloog, ik dacht hij is ook epidemioloog, ene zeker, Mark Sprenger, en die... Die brengt aanbevelingen. Je moet die minister zien, jongen. Zijn tong is net zo lang als een das. Want die witte man is gekomen. Ja? En het lijkt alsof hij wakker wordt. Maar het is die man volgens mij die het werk doet. Want die witte gezant heeft gesproken. En meneer Ramadien stond te springen in het gelid. En ik knik heel nederig ja en amen. En ik kan u zeggen, Ramadien zegt... dat kritisch naar de
aanbevelingen wordt gekeken en dat er verbeterpunten zullen worden aangepakt. Maar hij vindt nu opeens ook dat de initiatieven die de bewustwording rond COVID op gang moeten brengen, beter gestructureerd moeten worden. Dat wil zeggen, je hebt al die tijd geen moer gedaan. Je hebt niks uitgesproken. Ja. En je kan je ook afvragen, maar waarom heeft hij dan niets of nauwelijks iets gedaan met alle adviezen die hij het afgelopen jaar gevraagd, dan wel ongevraagd van specialisten heeft gehad. Ik kan je zeggen, als je naar die man, en ik heb hem vaker besproken, en ene meneer, hoe noemen ze het, Armand Snijders, die bespreekt hem ook. En dan heb je nog een paar tiental andere mensen die het leven hier zuur zit te maken en rechtszaken tegen zit aan te spannen op kosten van de staat. Want de staat gaat die kosten betalen. Maar in elk geval, je krijgt gewoon de indruk dat, dat die Ramadan ten aanzien van het coronavraagstuk een jaar lang vrij alleen maar heeft geslapen. Ja, hij wil de Bollywood uithangen, steeds ja, in ja. De picture. En dat beeld is inmiddels misplaatst, moet ik u eigenlijk zeggen. Want tal van deskundigen hebben het veld moeten ruimen om plaats te maken voor die vrienden van die minister of zijn diaspora, zijn diaspora mensen. Ja, en ook er is een luisteraar. Kira, heb ik gezegd, Cleopatra Yesrin, die het in eerste maanden de zaken goed, vrijwel goed heeft aangepakt, die hebben ook het veld moeten leiden. Eigenlijk gewoon door een figuur waarvan, ja, sommige mensen zeggen een narcist, ja. Maar in elk geval 700 doden gaan we... Ik krijg straks weer een probleem als je zegt narcist. Ja, je moet er weer dan niet na. Dan begrijp je het gevoel narcist of wat dan ook. Narcist is geen dingen. Ik heb niet gezegd dat die man een narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft. Hij moet Nederlands gaan leren. Dat komt ervan wanneer je kleine jongens die amper ervaring hebben, die geen ambtelijke ervaring hebben, nauwelijks eigenlijk ervaring hebben in het leven, wat minister gaat maken, waar je te maken hebt met een pandemie, dat eigenlijk worldwide te maken krijgt. En je gaat dat ding zetten in zijn handen. Dat is niks anders dan in die minister van Volksgezondheid een scheermes zetten en hij snijdt zichzelf. En de man is op mij bekruipt het gevoel, nu is die man bezig zichzelf te settelen, dat wanneer hij geen minister meer is, dat paisa op zijn rekening... We weten wat er namelijk bij hoe noem dat ding dan? Aan de Rust Tevreden Straat, waar je kan verzekeren, bij die verzekeringsmaatschappij, wat er namelijk allemaal gebeurt. We weten al die benoemingen, we kennen die racistische benoemingen, we kennen die etnische benoemingen. Er zijn een paar grote racisten en etnische... En uw luisteraars kunnen zelfs gaan invullen wie die allemaal zijn. Ja, maar die luisteraar die schrijft mij nu op dit moment ook een opmerking. En die zegt, zijn de heren Samson en Venlo achteraf niet blij dat ze geen deel uitmaken van deze regering, waar de leugen regeert en racisme hoogtij viert? Want het feit... ja? Wat mij betreft, want het feit dat de heer Rusland stil is vanwege de financiële compensaties die de VHP hem geboden heeft. Wie? Mij niet, want ik heb er voor... Hij had het over Rusland. Oh! Luister nog. Rusland, ik heb u al gezegd, dat is een partij van Krere, noemen ze dat gebouw van ze daar met Waswasi en waar iedereen de partij namelijk verlaat. Deze guy uit de partij vernietigen. Hij heeft ervoor gezorgd dat die multinationals weg zijn gegaan, waardoor we grotere problemen zijn gekomen. En mensen beweren, en mij bekruipt het gevoel, en je hoort het overal, het is niet kosher. Ja? Het is echt niet kosher. Deze man is bezig op een of andere manier, omdat hij ook geen verstand van politiek heeft, de partij kapot te maken en alle kader dat zo'n respectabele partij heeft, waar meneer Venlo misschien, maar ik zeker, lid van is geweest, en waar meneer eigenlijk Kruisland omhult, bezig is kapot te maken ter eigen voordelen. Want het is gewoon een egoïst, die alleen maar is op geldelijk voordeel voor zichzelf, ja, en eigenlijk
die regering blijft steunen als hij maar kan profiteren daar met zijn kredere patiënten. En nogmaals, er worden grappen namelijk gemaakt. Binnenkort gaat waarschijnlijk NPS of Grundjari namelijk verkocht worden. Ze krijgen een crematorium bij de boze tongen. En meneer Rusland, die mag zelfs de houder en de toezichthouder daar van het crematorium zijn. Want er gaat geen hond nog meer daarop lopen. Laat staan een poes die lid zou willen zijn. Er is nog een andere vraag, want we moeten zo langzamerhand naar het einde toe van dit programma. Ik ben nooit lid geweest van de NPS hoor. Ik ben nooit lid geweest van de NPS. Oké, nee, daarom zei ik misschien. Misschien. Waren er nog acties de komende week? Ja, er zijn nog acties. Dinsdag, dan gaan de vakbonden namelijk, hoe noemen ze het, actie voeren. Men zegt het niet om de regering naar huis te sturen. Maar tegelijkertijd, waar ik me erger, is dat een aantal figuren van de NDP plotseling uit de holen zijn gekomen. Ja? En zeggen, de mensen moeten terug naar huis komen. Die waren vertrokken naar Santoki en weet ik wat allemaal meer. En ze gaan die mensen scholen en weet ik wat allemaal meer. En als je die figuren ziet, die mensen allemaal gaan scholen, dan vraag ik me af, wat ga je ze scholen? Je gaat ze leren stelen. Samen met Hoefdraad, want dat komt Hoefdraad straks boven water. Ik wil de mensen waarschuwen. Ik wil deze regering niet meer hebben. Ik heb een fout gemaakt, meneer Santoki te geloven. Maar het zijn allemaal de leugens die hebben geregeerd. En een masker en een gespleten persoonlijkheid. Ik kan niet zien, ik ben geen psycholoog. Maar ik kan u wel namelijk één ding zeggen. Ik wil een zakenkabinet. Het gaat verdwijnen, minder dan 10 zetels. Ja? ABOP krijgt grote problemen, komt misschien met 2-3 zetels maar uit. NPS houdt op te bestaan, per Tjajalo Hoor bestaat al niet meer. Ja? En, maar zeker GNDP, alsjeblieft. Want dan krijgen we weer Hoefdraad uit zijn hol. Dan krijgen we mensen als mevrouw Simons weer. Dan krijgen we mensen als Parmisser. Dan krijgen we mensen als Abrahams. En al die figuren die hebben gestolen en geroofd om verder te komen roven en te stelen. En ik ben een atheïst, maar de natuur behoede Suriname, namelijk voor deze ellende die weer wil komen. Suriname moet een technocratenkabinet hebben. Een technocratenkabinet, ja. Dat moet er gebeuren. Maar ik zie Tjan het niet doen, aangezien dan van domheid houdt. Ja, in elk geval, hij adoreert domheid. Hoe dommer je bent, hoe hoger een plaats in zijn kabinet. Maar de maatschappelijke organisaties, goed georganiseerd, kunnen hem natuurlijk wel dwingen op enig moment om zijn kabinet te transformeren naar een zaken-technocratenkabinet, om dat land uit de ellende te halen. Met stakingen, met acties en noem maar op. En dan is het dan dat hij niet gaat hetzelfde gaat doen wat er in 1973 is gebeurd, namelijk met Abaisa. Dat hij zich keert tegen het hele volk en dat er doden gaan vallen. Deze man, sorry hoor, maar in mijn ogen, één keer gelogen voor mij, altijd gelogen. Je valt nooit meer te vertrouwen. Oké, we zijn Amsterdam zijn gekomen aan het einde van het interview. We danken u. Owen ook bedankt. Oké. En tot de volgende keer. Luisteraars, we danken u voor uw aandacht en voor het luisteren. Tot de volgende week. Een goede avond.